Ik had geen enkel uitzicht meer. Mijn leven was verzand. Ik ging naar het zigeunerin, toonde haar mijn rechterhand. De vrouw begon te beven, kreeg een kleur als vuur. Ze zei in deze lijnen hier zie ik een lange stenen muur. Een muur die dwars door het landschap gaat, wel 15 meter hoog. Waar hij begint of waar hij eindigt is onzichtbaar voor het oog. Gaf ik haar mijn linkerhand, ze keek ernaar en zei: ik zie een vogel in die hand, die vogel legt een ei. De muur is je beperking, het einde vrede en geluk. Als iemand op je hand gaat staan, dan gaat dat eitje stuk. Je moet 7 jaren wachten en dan om 7 uur krijgt het geluk zijn vleugels, vliegt het uit boven de muur. Ik koesterde mijn linkerhand, 6 jaar ging snel voorbij. Tot iemand op die hand ging staan, hij kraakte. De waarzegster was op de vlucht na een klacht van een cliënt. Ik had geen enkel uitzicht meer, maar zelfs zo'n uitzicht ben. De muur is je beperking, de rijden vrede en geluk. Als iemand op je ziel gaat staan, dan is je leven stuk. Je moet 7 jaren wachten en dan om 7 uur krijgt het geluk zijn vleugels, vliegt het uit boven de muur.